Nick van Leeuwen, general manager van Uber. Welkom. 2009 Uber gestart. Waar staan jullie nu wereldwijd? We zijn nu actief in bijna 60 landen, in meer dan 300 steden. En in al die landen kan je met één druk op de knop een auto met chauffeur bestellen. Dus in de afgelopen jaren is het enorm snel gegroeid. Je noemde toen straks aan tafel, tijdens het gesprek met de heer Rob van Gijzel en met David van Iersel, noem je het aantal mensen wat eigenlijk actief is als chauffeur voor Uber. Hoeveel zijn dat er inmiddels? Dat zijn er honderdduizenden. En wat je ziet is dat het eigenlijk veel makkelijker geworden is om bestuurder te worden. En dat een platform zoals Uber kan zorgen dat de veiligheid en betrouwbaarheid van die bestuurders gewaarborgd is. En dan wordt het heel interessant, want dan kunnen mensen eigenlijk heel makkelijk werkgelegenheid vinden. Dus heel makkelijk toegang vinden tot dat platform. Geld verdienen, waardoor er voor meer mensen ritten zijn. En meer ritten zorgt er uiteindelijk weer voor dat die ritten ook goedkoper worden. Zonder dat bestuurders daar minder door gaan verdienen. Dat betekent in principe ook heel veel voor de werkgelegenheid. Want je geeft mensen in feite een kans om met behulp van het Uber-platform te gaan ondernemen. Wat betekent dat woord werkgelegenheid voor jullie? Uiteindelijk wat je ziet is dat je eigenlijk mensen heel makkelijk in staat stelt om andere mensen te vervoeren. En de markt is best lastig. Om taxichauffeur te worden moet je aan een heel aantal regels voldoen. En wij denken dat chauffeurs aan diezelfde regels zouden moeten kunnen voldoen, maar met minder bureaucratie. En dan wordt het makkelijker en creëer je uiteindelijk meer chauffeurs en dus meer werkgelegenheid. In principe is de gebruikerstevredenheid enorm hoog. Je vertelde erover dat in Amerika de wetgeving zich relatief snel heeft aangepast. In Europa gaat dat langzamer. Hoe komt dat? Nou, wat je uiteindelijk ziet is dat Amerika toch beter in staat is om wetgeving aan te passen op ontwikkeling in de markt. En wat je ziet, wat ik net ook zei, gebruikers zijn in alle werelddelen even enthousiast. En mensen willen op een knop drukken en binnen een paar minuten bij iemand in kunnen stappen waarvan ze zeker weten dat het vertrouwd is en dat het ook betaalbaar is. En uiteindelijk heeft dat in Amerika voor gezorgd dat sneller wetgeving is aangepast. In Nederland en in Europa zitten we nu in die fase, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook hier wetgeving aangepast zal worden op ontwikkelen in de markt, want die kun je gewoon niet tegenhouden. De Uber gaat over inderdaad het reizen tegen veel aantrekkelijke kosten, maar is het alleen kosten of is het ook meer als je van Uber gebruik maakt? We hebben verschillende producten. We hebben luxe producten waarbij het echt gaat om kwaliteit. Vaak is dat ook wel goedkoper omdat dat platform beter in staat is om vraag en aanbod op elkaar te laten afstemmen. Maar we zien vooral veel vraag naar goedkopere oplossingen. En waar wij als platform ons voor inzetten, is om te zorgen dat die chauffeurs meer ritten kunnen doen. En dat er meer betalende mensen achterin zitten. Want dan kunnen chauffeurs meer verdienen en wordt het voor gebruikers goedkoper. Bijvoorbeeld Uber Pop in Amsterdam is ruim 50% goedkoper dan een normale taxirit. Je vertelde ook een hele interessante transitie van Uber als stedelijke dienstverlener binnen een relatief kleine kern naar eigenlijk een regionale dienstverlener. Dat moet zeer aantrekkelijk zijn voor mensen in Nederland. Zeker. En de taximarkt is een relatief kleine markt. Hier in Eindhoven heb je gewoon weinig taxis. En de taxis die er zijn, zijn duur, waardoor er weinig mensen gebruik van maken. En met Uber zie je dat het begint in de stad, maar uiteindelijk vrij snel mensen in de hele regio daar makkelijk gebruik van kunnen maken. En dan gaat het echt een toevoeging hebben op bereikbaarheid van de regio en niet alleen van de stad. Het is een hele interessante ontwikkeling hè, waar we in feite voor staan. Jullie zijn in Nederland gestart. Jij letterlijk, dacht ik, als een van de eerste met twee mensen, waarvan jij een van de eerste was. Inmiddels 300. Wat is jullie ambitie in Nederland en waar staan jullie op dit moment? Nou, onze ambitie is vooral uit te breiden naar andere steden, maar ook de regio te gaan bedienen. En dus uiteindelijk meer mensen binnen een paar minuten een Uber kunnen bestellen. Hoeveel chauffeurs hebben we op dit moment in Nederland? In Nederland hebben we een kleine 2000 bestuurders die actief zijn op het platform. En er is natuurlijk links en rechts is er wel eens wat kritisch vermogen of wat maatschappelijke weerstand. Wat zouden we daar gewoon als burger van moeten vinden? Nou, ik denk dat burgers over het algemeen heel erg enthousiast zijn. Burgers ervaren betere service en lagere prijzen. En ik denk dat de volgende stap is dat we wetgeving daarop aanpassen. En wat je ziet is dat uiteindelijk ook de taximarkt ervan profiteert. Omdat meer mensen van die dienst gebruik maken. En af en toe de auto thuis gaan laten staan.
En uiteindelijk is voor een chauffeur toch mensen die in hun eigen auto rijden de grootste concurrent. Je mocht een vooruitblik geven waar we over 5 jaar staan. Waar staat Uber over 5 jaar in Nederland? Ik zei toen meer diensten, meer steden. Maar ik kan er ook aan toevoegen, ik hoop minder auto's. En ik voorzie ook dat dat gaat gebeuren. En mensen die Uber en andere modaliteiten naast elkaar gaan gebruiken. En daardoor steeds vaker denken, nou ja, die auto heb ik niet nodig. En uiteindelijk op een punt komen, laat ik mijn auto wegdoen. Want ik heb genoeg alternatieven. Geen dure kostenpas meer. En eigenlijk is alles met Uber denkbaar. Pakketjes bezorgen, lunches bezorgen. Wat je eigenlijk maar wil bedenken. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Nou ja, nu al. We zien dus in verschillende steden Uber Eats. Waarmee je met dezelfde Uber app lunch en diner kan bestellen met 1 druk op de knop. Jullie zijn eigenlijk wat ze letterlijk noemen een disruptive business model. Maar wel eentje met fantastische service voor gebruikers. Nou, ik denk vernieuwing gecombineerd met iets wat mensen graag willen en waarderen, zorgt ervoor dat het snel kan groeien.